Welkom bij Door de Zonnebril Van. In deze serie krijg ik een kijkje door de zonnebril van bijzondere mensen. Deze keer ontmoet ik Carolina van Foodiness. Even kijken wat haar doelen en dromen zijn voor de zomer. En niet zomaar, hè? Hier op een terrasje met een koud drankje, want het is zomer! Ja, hallo. Daar is ze! Hi! Goed, ik ben wakker. Voel je je? Ga lekker zitten. Dankjewel. Ik voel me bijzonder goed nog. Ja? Ja. Of verrassing. Of al. Hoe heb je je in het begin gevoeld? Ik voel me gelukkig nog steeds goed. Ik had het idee dat er, ik zit nu in mijn tweede trimester, en dat er een soort miracles zouden ontstaan, want dat had ik een beetje gehoord. Maar het lijkt alsof het eerste, tweede trimester best wel een beetje hetzelfde is. Ja, dan zeg ik het tegen een vrouw met twee wondertjes al op deze wereld. Ja, dat klopt. Ik heb er al twee, maar ik vind het helemaal leuk dat er een babytje komt. Ik ook. Ik weet niet of je het herkent, maar ik denk echt heel vaak, zijn we met z'n tweetjes meer? Ja. Wat gezellig. Maar, ja, zeg maar je zit dus wel, hoor ik, echt op een roze wolk. Ja, ja, ik ben heel blij dat het heeft mogen lukken. Ja. We zijn wel eventjes actief geweest. Wij konden niet de route bewandelen van, hey, let's make love en kijken wat mijn liefdesbaby komt. Dus heel dankbaar. Ja, ja, ik kan me voorstellen. Ja. Dank je. Dankjewel. Andy, beautiful. Thank you. Top. Hoe zit het met jouw zomerkriebels? Heb je die? Nou, ze zijn wel een beetje, zitten in de flippenkast, zitten ze. Met zomerkriebels. Nou, ik ben geboren in de lente. Ik ben echt een lentekind. Een zomerkind. Ik hou van de zon. Maar nu ben ik benieuwd hoe de zomer gaat worden. Wordt wel een eerste keertje. Ja. Ja. Je bedoelt als zwangere vrouw, ja. Toch? Ja. Ja. Anders eten, anders drinken, minder terrassen misschien wel, of in ieder geval minder lang. Niet tot de avonduurtjes. Andere zomeravonden, andere barbecueavonden. Wat zijn de plannen voor deze zomer? Ja, we gaan dan wel, wat je net allemaal zei, of komt er nog iets? We gaan wel op vakantie, want ja, nu nog kan tot 26 weken, geloof ik, is het advies. Dus dat gaan we doen en we gaan lekker met de jongens op vakantie. Dus daar ga ik gewoon heel erg van genieten. Ja. En wat moet er echt mee voor jou in je koffer? Nou, op dit moment comfy kleding wel. Alle strakke items ben ik wel een beetje van afgestapt. Deze ja, natuurlijk. En mijn petje. Ik merk dat ik nu het zonnetje weer gaat schijnen. Het fijn vindt om een hoedje te dragen, petje te dragen, brilletje op, een beetje het huidje ook Wat vind jij dat er voor zonnebril bij een hoedje past? Ik blijf dat lastig vinden. Snap ik. Ik heb een zoektocht heb ik gehad. Dit is oprecht. Ik heb hem niet voor niks op, want op het fietsje door Amsterdam heb ik het liefst mijn petje op. En deze kan eronder, want die is best wel een beetje laag. Oh. Want ik vind van die grote glazen, vind ik ook heerlijk om achter te verschuilen. Dat staat je echt goed. Ja. Maar dan krijg je, dat past niet helemaal, want dan zit het petje zo. Of, dus deze kan daaronder. En ik denk die jij bij je hebt ook best wel, hoor. Ja, dit, nou. Hij maar is wel klein. Kijk, ik lijk dan op zo'n een spion of zo, weet je wel. Dus ik kies dan altijd maar of petje of bril. Maar hij zal wel passen eronder, denk ik. Ja, en een hoedje, zo'n strandhoedje kan je wel een beetje leuk losser en dragen. Ja. Ja. Never have I ever een vakantieliefde gehad. Oh, hell yeah, mijn zakken beland. Seks gehad in een tent. In een tent? Op een banaan gereden. Op de zee, toch? Ja, toch? Ja, die banaan heb ik wel gereden. Zijn er andere bananen waar je op kan rijden? Niet dat ik weet vandaag. Op mijn zonnebril gaan zitten. Nee, ik heb er niet op gezeten. Hij is wel zo in het water gevallen. Oh. Hij is ook wel eens in de wc gevallen. Carolina, hoe was jij als kind? Een beetje gereserveerd wel. Een beetje stille water. Toch wel diepe gronden. Ja? Ja, ik heb ook vroeger in het buitenland gewoond toen ik naar groep 3 ging. En dat heeft er wel voor gezorgd dat je
nou, steeds je plekje moet vinden opnieuw. Dus natuurlijk heb je dat als je net naar school gaat. Waar ging je naartoe? Naar Frankrijk. Vlak bij Disneyland Parijs, maar dat klinkt natuurlijk leuker dan dit als je daar op school zit. Dus ik heb best wel moeten wennen en zoeken voordat ik ergens echt op school zat met mijn vriendjes en de taal sprak en me verstaanbaar kon maken. Hey, en in het kader van de zomer, waar word jij warm van? Ja, het is heel raar als het eerste wat er opkomt een barbecueavondje is. Nee, dat vind ik mooi. Ja, maar wel schetsen met je even voor ja. Dus ik vind het heerlijk om bij ons thuis de voordeur open te zetten. En dan iedereen gewoon lekker in en open uit. Open huis? Ja, echt gezellig. Barbecue aan, dat luchtje erbij. En gewoon van de keuken naar de barbecue. Lekker met je eten erom. Tafeltje vol. Gewoon altijd genoeg flesjes koud. Voor de rest. Ja. Muziekje op de achtergrond. Op een gegeven moment gewoon lekker op je blote voetjes. Je hoeft geen schoentjes aan. Heerlijk. Dat het zonnetje zo een beetje ondergaat. Ja, lekker hè? Ja. Dat op een gegeven moment denkt, oh, nu krijg ik wat meer last van de muggen. Maar ook dat hoort bij het plaatje. Ja. En carrièregebied? En carrièregebied hoop ik dat ik mijn eigen bedrijf zeker kan blijven doen. En dat ik daar een hele nieuwe draai aan mag geven als moeder zijnde. Dus op het gebied van voeding, gelukkig zijn, gezond zijn en dat als vrouw van binnen naar buiten vertalen, krijgt voor mij nu ook een geheel nieuwe definitie natuurlijk. En de afgelopen 8 jaar dat ik dat met Foodiness doe, heb ik dat, is die ontwikkeling met mij meegegaan. Ja. En de vrouwen die ik daar hopelijk mee mag bereiken. En dat wil ik ook doen. Dit wordt een nieuwe richting. Dit wordt een nieuwe markt. En I'm so here for it. Ja. Ik vind het superleuk om dat nu te ontdekken met voeding. Wat wil je ongeveer gaan doen? Qua dus de nieuwe richting. Dus ga je kindersepjes, ik noem maar wat. Nou, ik denk dat ik me meer verdiep in voeding. Dus jezelf voeden voor je babytje. Voor jezelf nu. Straks voor een babytje, kindje aan zich. Helemaal nieuw. En wij als gezin is ook een hele nieuwe uitdaging. En daar ben ik natuurlijk al wat langer mijn weg in aan het zoeken. Maar hebben kindjes wel zin om groenten te eten? Of niet? Nou, Kar, volgens mij ben jij wel klaar voor de zomer. Zeker. Ben jij er klaar voor? Ja, zeker. Kijk, ik ga het nog extra afdwingen. Zo. Om te shinen. Ja. Mag ik je knuffel geven? Dankjewel, James. Zeker. Dank je.